De vier gronden die zijn afgestaan, zijn rechtmatig geschied, zegt minister Dinota Voorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer tegenover onze redactie. De bewindsvrouw reageert hiermee op de volgens verschillende dorpen in Para onrechtmatig uitgegeven gronden aan derden. Op woensdag 26 april heeft de Vereniging van Dorpshoofden in Suriname, FITS, op verzoek van de verschillende inheemse dorpen in Para dialoog gevoerd met de districtscommissaris van Para, Marlene Joden. De inheemse zijn van mening dat de uitgegeven gronden onrechtmatig zijn geschied. Ondanks de aantijgingen zegt Voorswijk dat deze informatie niet op waarheid berust. Dat is voor mij niet correct, omdat ik tot nu toe de uitgiftes, het gaat om vier uitgiftes aan de, voor mij noemen ze dat, Siparipaboweg of daar in de buurt van Laterieweg naar Waka. Daar zijn er vier uitgiftes en ze beweren of ze geven aan dat het hun gebied is, maar misschien kunt u zelf een onderzoek doen bij GLIS om te kijken of om te zien hoe groot dat afgebakend gebied van Powaka is. En deze vier uitgiftes vallen buiten hun afgebakend gebied. Dus wanneer mensen zeggen dat ze niet hun dagelijkse behoeften kunnen doen, dan vraag ik me af dat het dan niet ligt aan GB. Dan ligt het niet aan GBB. De gronden die zijn uitgegeven zijn allemaal rechtmatig uitgegeven. Dat is het enige wat ik kan aangeven. De bewindsvrouw stelt dat het officieel besluit zal afhangen van het te voeren dialoog morgen 4 mei. Mocht blijken dat er onrechtmatig gronden zijn afgegeven, zullen die worden teruggedraaid.